straks kom je aan op het plein. Dat is een heel levendig plein. Waar is dat plein dan? Dat plein dat komt te liggen, als ik de oriëntatie heb zoals ik hem nu heb liggen, komt het aan de zijde van de A10. Een plein aan de A10 en dit gebouw op deze plek. Als je zo naar de bouwplaats kijkt, heb je er nog wat inbeeldingsvermogen voor nodig. Het oude gebouw was hard aan vernieuwing toe, met name het klimaat en de installaties waren gedateerd. En of je het nou mooi of lelijk vond, herkenbaar was dat witbetegelde gebouw in ieder geval wel. Was, want na een maandenlange sloop zijn deze palen het enige wat ons nog aan het oude gebouw herinnert. Wat je nu ziet is dat we volop bezig zijn met het aanbrengen van de palen, van het heiwerk. We gaan dan nog behoorlijk de diepte in. Dus straks worden op de -1 laag de gehechten ontvangen. Die komen met busjes en die verdwijnen eigenlijk onder het maaiveld. Daar hebben we ook een cellenblok om de mensen daar tijdelijk op te vangen. En dan kunnen ze later omhoog naar alle rechtszalen. Eerst nog even de grond in dus en dan gaan ze de lucht in. Hoe hoog wordt het? Kan je dat aanwijzen? Nou, als ik dat kan aanwijzen, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar ongeveer net zo hoog als de gebouwen die hiernaast staan. Dus je kijkt echt in de rechtbank, je ziet daar echt de bezoekers, je ziet de advocaten en de juristen en de rechters. Die kun je allemaal daar heel goed van buitenaf zien. In de middelste lagen zitten de vergaderzalen en bovenin komen de kantoren van de medewerkers. Ja, als je in de maquette kijkt, zie je nog grote gaten, zodat in het gebouw zelf het ook een heel open en licht en transparant gebouw wordt. Het 10 verdiepingen hoge gebouw moet in 2020 klaar zijn. Nog eerst behoorlijk wat werk aan de winkel, ja. Het lijkt nog ver weg, maar het gaat razendsnel.